Waar de stoel vandaag staat, zorg dan dat je er als eerste in zit en breng een fietspomp mee. Ben jij de eerste, dan win je 2 vliegtuigtickets van deze touroperator. Is deze plek niet bij jou in de buurt, niet getreurd? Ga dan naar de website van 1000 Zonnen en maak kans om ook 2 tickets te winnen in ons 1000 Zonnenspel. Gisteren stond onze strandstoel in Brasschaat. Degene die na de uitzending als eerste op de stoel zat met een fietspomp, was de winnaar. Proficiat, Ludo van Daal uit Brasschaat. Oh, ja. Moorden. Amai. Dag meneer. Ik had er nog 2 in gehad. Ik zag dat misschien wel lukken. Die jongen liep rap, hè. Het poortje was dicht, dat was ik misschien gevonden. Maar. Het poortje was juist dicht en dan stond de sleutel mee. Dan. Wij reden gewoon met de fiets. Oh, hier rond deze mooie vijver. En dan zagen we de stoel staan. En eventjes later kregen wij een telefoontje van mijn schoonbroer. Die zei van, een fietspomp is datgene wat je nodig hebt. Nou, als je aan het fietsen bent, een fietspomp. Je moet maar gelukkig. Dat is echt wel gelukkig. Dat is echt wel gelukkig. Ik denk dat je het hier stuurt, dan moet je naar de rest doen. Aha. Ik zeg, de laatste. Ik zeg, oh nee, dat is hier achter onze hoek. Ja, fietspompen, fietspakken en spurten tegen alles wat je kunt. Hè. Dat je dankzij de fiets een vliegvakantie kunt winnen, dat is zalig. Ik heb gigantisch achter een bomba gehangen, hè. Dat is verschrikkelijk. Een van luxe estate, bij deze wil ik zeggen, gaat iets sneller kunnen rijden, dankjewel. We wisten het onderweg, als men naar hier te komen was er al iets te veel volk. Ja, dat is precies een volkstoel hoor. We gaan heel graag op vakantie. Vakantie is de tijd om te ontspannen en als er al zon bij komt, hebben we het nog des te liever, want we zijn echte koukleunen. We vliegen straks naar de Costa Brava, dankzij onze... Fietspomp! Dat is Costa Brava, zon. We zijn nog nooit aan de Costa Brava geweest, dus ja. Zalig.